Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag 24 november en het is 3:10. Ik heb weer even een andere foto op mijn achtergrond gedaan. Ik ben ook net wakker. Ik heb echt heerlijk uitgeslapen, want de hele week moest ik natuurlijk kei vroeg op. En ja, ik vond het echt even lekker om gewoon even te blijven liggen en even niks te hoeven doen. Soms mag dat. En in het weekend vind ik dat helemaal mag. Dus ja, we gaan straks even boodschappen doen. En als ik het niet vergeet, dan ga ik ook eventjes filmen in de supermarkt. Want dat wil ik iedere keer doen. Maar iedere keer komt het er niet van, want dan vergeet ik het gewoon. Dat gaan we gewoon sowieso even proberen. Even denken. En ga ik zo even eten. En even een pakje koffie maken natuurlijk. Want de meeste van jullie weten dat ik mijn dag met koffie begin. Oh, echt waar. Ik lag net boven op bed en we hoorden een knal. En nu weet ik dus wat er gevallen is. Oh, 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 echt. We hebben hier zo'n bakje voor, ja, een kaarsje in te doen. Die is dus gevallen. Oh, oh. En die hebben ze dus gewoon van de tafel afgegooid. Doerakjes, hè, zijn het. Jullie zijn allemaal doerakjes, hè. Hier zitten ze. Oh, ze liepen weg. Nou zit er nog eentje. Ach, die blijft zitten. Dus dat hoorden we. Ik schrok echt. Ik dacht, oh, ik denk, wat gebeurt er? Ja, daar ben ik. Ik heb niet gedoucht. Ik wou zeggen, ik ben gedoucht, maar ik ben niet gedoucht. Ik heb mij wel aangekleed. Ik moet mijn haar nog doen, zoals je ziet. Zit nog voor een meter, dus die moet ik nog even kammen. Maar wat ik aan heb, is dit superleuke tuniekje met deze... Oh, ik kan het weer filmen. Met deze broek en deze boots. Ik vond het wel leuk samen. Ik denk, dat is wel stoer. Zo, daar komt een hoop onder vandaan. Maar geen kammetje. Dus dat. Ik wou even met jullie delen wat ik aan had. Want dat is natuurlijk niet geheel onbelangrijk van deze dag. Als ik het zo goed uitspreek. En die boots die zitten echt zo lekker. Die heb ik bij de Weekamp besteld. Die zijn van Blue Box, van Scapino. Bij de Weekamp kun je dus ook gewoon van Scapino bestellen. Niks is gesponsord, dus ik heb alles zelf verkocht. Ik denk, ik vermeld het toch eventjes bij. Maar ja, het zit lekker comfy. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Want het is weekend en dan mag het ook allemaal wel lekker zitten. Patoi. Deze heeft mijn schoonmoeder gemaakt. Of ja, die hebben we dus samen gemaakt. En dat was echt heel erg leuk om te doen. En toen zei ze tegen mij, dit is wel voor herhaling vatbaar. Ik zei dat zeker. Het is super lekker, want... Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien, maar het is hier een beetje donker. Er zit wortel in, prei, kip, basmati rijst. En dan zitten er in de streetfood, zeg maar, van Conimex. Daar zitten dus ook nog een hele hoop zakjes kruidenmix in. Er zit ook één zakje pindasaus in, dus satésaus. En wij dachten dus, oh, dat is gewoon een beetje satésaus. En verder, ja, dat zit er gewoon bij. Dus toen zeiden we van, dan moeten we misschien iets meer satésaus maken, want ja, dat is misschien wel verstandig. Dus toen hebben we een hapje van die satésaus genomen en dat is mega pittig, maar het was voor de rest wel heel erg lekker. We zijn wel weer thuis en het is 5:30, zoals jullie kunnen zien. Ja, dus dat. En dat wou ik even zeggen. We zijn eigenlijk nog wel, we hebben een hoop gehaald ook wel hoor. We hebben wc-papier gehaald, dat moeten we natuurlijk hebben. Dat is super handig, als kun je niet naar de wc. Even denken hoor, wat hebben we nog meer gehaald? Lasagne voor morgen, want zondag eten we altijd makkelijk. Ik zag laatst bij Enzo Knol dat hij dat ook vaak deed, zeg maar. Dat hij dus zo'n pak lasagne bij de Aldi haalde. En huppakee, in de oven en klaar. Lekker makkelijk. En voor de rest hebben we nog drinken gehaald en hebben we nog van alles voor het weekend gehaald. En ja, dat was ons dagje een beetje. Bij deze wil ik ook meteen de vlog weer afsluiten. Ik heb eigenlijk best een chille zaterdag gehad. En ik hoop dat jullie dat ook hebben gehad. Ik ga nog naar vrienden straks. En we hebben een leuke avond. Daar ga ik niet filmen, omdat ik niet weet wie er allemaal op de vlog willen of niet. En net zoals wat ik zei, vind bij andere vloggen of in het openbaar vind ik nog een beetje lastig. Maar goed, dat komt vanzelf wel. Dus dat ga ik doen. Ik ga ervan genieten. Ik hoop dat jullie nog van jullie weekend genieten. Maar morgen ben ik sowieso weer met een nieuwe vlog. Vergeet allemaal niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zou het heel erg leuk vinden. Doe even een dikke blauwe duim omhoog bij deze video. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. Tot morgen!